Welkom en gefeliciteerd met het start van de vaste voor de kerstfeest. Tijdens deze kerstfeest vieren we uiteraard de geboorte van onze Heer Jezus Christus. De geboorte van Jezus Christus is voor ons een groot feest, omdat met zijn komst het verlossingsplan voor ons in gang is gezet. Het plan van God om ons te verlossen van de duivel en onze straf, namelijk de dood. En dit lezen wij in Matteüs 1 vers 21. En zij, Maria, zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is dus voor ons gekomen om ons te verlossen van onze zonden. Wat betekent dat wij, als wij doodgaan, het niet meer daar eindigt, maar dat wij ook daarna eeuwig kunnen gaan leven. Middels de geboorte van Jezus is dat dus mogelijk gemaakt. Wanneer wij denken en deze herinnering vieren van de geboorte van Jezus, zullen we daarom altijd blij of in ieder geval hoopvol zijn. Hoopvol omdat ondanks onze zonde en angst voor de dood, we herinnerd worden dat God mens is geworden voor ons om ons te verlossen van onze zonde en deze angst voor de dood. Echter, de geboorte van Jezus Christus is niet zomaar gebeurd. Hier was een heel reis aan vooraf geweest. En deze reis gaan we de komende afleveringen samen met elkaar bewandelen. De reis van de geboorte van Jezus Christus is in detail beschreven in de eerste hoofdstuk van het evangelie van Sint Lucas. En onze prachtige kerk heeft ook besloten om dit verhaal in vieren te delen en aan ons te vertellen tijdens de vier zondagen van de Koptische maand Kerk. En elke zondag gaan we dus met elkaar een stuk bekijken van het evangelie van Sint Lucas. Een stuk dat vertelt hoe de geboorte van Jezus tot stand is gekomen of wat daarvoor is gebeurd. We zullen dus in de komende afleveringen stilstaan bij het verhaal wat er is gebeurd en ook de lessen die we daar kunnen halen in ons praktische leven. Want de Bijbel is niet alleen een boek met verhalen die een paar duizenden jaren geleden zijn gebeurd. Het zijn ook niet verhalen met alleen de relatie van God met zijn volk. Maar het is een boek dat als een handleiding figureert voor nu ons dagelijks leven. Hoe wij eveneens een relatie kunnen hebben met God. En daarom is het belangrijk om in detail ook stil te staan wat er precies vooraf aan is geweest aan de geboorte van Jezus Christus. Dus zo is ook de geboorte van Jezus Christus niet alleen een verhaal van 2000 jaar geleden. De geboorte van Jezus Christus kunnen wij elke dag ervaren. Elke dag kan Jezus geboren worden in ons hart. Maar wat betekent dat eigenlijk, dat Jezus Christus geboren wordt in ons hart? Dat betekent dat Jezus, God, zijn wijsheid, vrede, liefde en genade in ons hart en leven komt te werken. Wat betekent dit? Dit betekent dat wij keuzes maken met de wijsheid van God. Dat wij anderen kunnen liefhebben en vergeven zoals Jezus ons lief heeft en vergeeft. Dat wij geduld kunnen hebben met andere mensen. Dat wij met respect en eerlijkheid ook met anderen kunnen omgaan. Met andere woorden, we krijgen een nieuw hart en een nieuw leven die in ons geboren wordt. Wat is er dan mis met onze oude hart en leven? Wat meestal in de weg staat om Gods wijsheid te kunnen krijgen, is het vertrouwen op onze eigen wijsheid en ons eigen verstand. Wat in de weg staat om anderen te kunnen liefhebben en te vergeven, is onze eigen gevoelens en onze eigen ego. Om iemand namelijk te kunnen liefhebben en te kunnen vergeven, moeten wij namelijk iets van onszelf opgeven. Iets van onszelf opgeven en niet alleen dat, we moeten ook accepteren dat we niet onze eigen zin kunnen gaan krijgen. Want iemand anders zijn vrede, iemand anders zijn vrijheid, kan alleen komen wanneer wij onszelf opgeven. Wat is dan datgene wat wij kunnen opgeven? Wij kunnen ons tijd opgeven, ons aandacht, ons geld, ons energie. Want stel iemand zit in financiële schulden, dan moet iemand anders zijn financiën vrijmaken voor de ander om uit de problemen te komen. Dus er moet ergens anders een opoffering worden gemaakt. Als iemand fysiek hulp nodig heeft om bijvoorbeeld gebracht te worden naar het ziekenhuis, jij moet dan tijd vrijmaken en je eigen zin opgeven om die ander te kunnen helpen. Maar
groter dan dit allemaal zien we dit ook terug in Jezus Christus. Voor ons om eeuwig leven te hebben, moest Hij gestorven worden. Dus om iemand anders te helpen, vrede te geven, vrijheid te geven, moet er iets van onszelf worden opgegeven. En dit is uiteraard niet altijd makkelijk. Maar met de hulp van, en de kracht en de liefde van Jezus Christus kan dat wel. De vraag is dus, hoe kunnen wij die kracht en die liefde van Jezus Christus krijgen? Of met andere woorden, hoe kan Jezus geboren worden in ons hart, zodat wij die liefde en die vrede eveneens kunnen gaan geven? Dat kan door te vasten. Want door het vasten van eten leren wij niet alleen nee te zeggen tegen onze lusten, maar leren we ook nee te zeggen tegen onze eigen zin en onze eigen gevoelens. Wij leren nee zeggen dat wij niet altijd onze zin of wil moeten gaan krijgen. Door onszelf dus te reinigen van onze eigen behoeftes, onze eigen gevoelens, maken wij ruimte voor nieuwe gevoelens, nieuwe gedachtes, nieuwe behoeftes. Namelijk de behoeftes en de gedachtes en de gevoelens van Jezus Christus. Die zijn om anderen te helpen, om anderen uit hun pijn te halen. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dankjewel voor het kijken. En volgende week gaan we stilstaan bij de eerste stap naar de reis van de geboorte van Jezus Christus. En deze stap is de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.